Welkom bij de Daily Business Boost. Mijn naam is Aramiek en ik neem je in deze show mee in mijn ondernemerswereld. En ik help jou door het delen van de beste tips en tricks om je business dagelijks te laten groeien. Vandaag is jouw tijd, dus let's get louder. Is dit gewoon 's nachts. Het is precies 1:07 zaterdag. Zaterdagnacht dat ik deze podcast voor je opneem. Normaal gesproken zou ik dus morgenmiddag dat voor je opnemen. Alleen, we zitten gewoon lekker met een weekendje weg. Pinksterweekend weg. En ik heb geen idee of ik morgen ergens tijd zal hebben. Want dit is echt gekkenhuis hier. Met de kinderen, met activiteiten, zwembaden zijn open. Er is van alles nog wat aan de hand. Dus ik weet zeker dat ik overdag geen tijd zal hebben. Dus ik heb maar net een mailing gedaan, klaargezet voor morgenochtend. Dan dacht ik, ik kan net zo goed een podcast voor je opnemen. Je hoort het waarschijnlijk aan mijn stem. Het is anders opgenomen. Het is door mijn oortjes heen. Dus excuus voor de slechte kwaliteit. Maar desalniettemin meen ik wel om zelfs 's nachts, zaterdagnacht, terwijl ik weg ben, om met jou te connecten. Want dat vind ik ontzettend leuk, ontzettend dankbaar. Waarschijnlijk tegen deze tijd dat ik morgenochtend wakker word. En zijn we over 20.000 downloads zijn. Dus dank. Voor de geweldige steun, voor de geweldige support dat je altijd hebt voor mij. Zelfs op zondag, op Pinksterzondag, naar me aan het luisteren bent. Op een andere manier. Dus thanks a lot. En zondag gaat over de Free Will Zondag. En Free Will Zondag is veranderd in Successen Delen Zondag, Dankbaarheid Zondag. Wat is een manier voor mij om met jou te connecten? Om met jou echt te connecten. Om bij je te zijn. En anders dan de live natuurlijk. Want de live is meestal energiek. Live is meestal bombastisch. Afgelopen week heb ik heel veel gasten gehad. Dus nauwelijks echt tijd gehad om mijn gedachten met je te delen. Dan met mijn interviews. Dus daar is de zondag de tijd voor. En laat ik terugkijken naar de week. Als ik van dan vrijdag naar beneden zou gaan. Vrijdag was Eva natuurlijk in de uitzending. Ik vond het een erg mooie uitzending. We hebben meer dan een uur samen met elkaar gepraat over hoe ze op nummer 1 is gekomen. Maar ook hoe ze opeens na 5 dagen op nummer 2 ging. Wat er met haar gebeurde. En hoe haar bevindingen zijn. Dus we hebben heel hard gewerkt de afgelopen 3 maanden. Om haar op nummer 1 te zetten. Het moment dat ze op nummer 1 was, gebeurde er iets. En er gebeurt nu heel veel met haar. Dus het was echt een prachtig mooi live interview. Het was mooi om te zien wat het doet met je als je je doel hebt bereikt. Wat ontstaat er dan? Op welke manier kan je toch doorgaan? Doorpakken. En donderdag had ik natuurlijk onze grote vriend Hugo Bakker. Die is ooit op nummer 2 geëindigd. Heel hard zijn best gedaan. Zijn hele mailinglijst gespamd, maar bleef op nummer 2 hangen. Dus het was leuk om met hem daarover te hebben. En meteen na Hugo ben ik eigenlijk LinkedIn training gaan geven sinds 4, 5 maanden. Een gratis LinkedIn online training die ik normaal gesproken 1 keer in de maand had. De 7 sleutels om je zichtbaarheid te vergroten op LinkedIn. En er gebeurde iets magisch. Het was zo leuk om weer via Zoom te connecten met nieuwe mensen. Meer dan 95% van mensen was onbekend, was nieuw voor mij. Dus daar heb ik ook echt ruim de tijd genomen om ze beter te leren kennen. Waardoor we dus echt bijna 3 uur met de training bezig waren, wat normaal gesproken 2 uur voor stond. Het was echt heel leuk. Echt, er waren zulke mooie mensen die ik van Clubhouse heb ontmoet, maar ook via LinkedIn heb ontmoet. En echt, dat gaf me weer het gevoel van shit, dit heb ik gemist de afgelopen 4, 5 maanden. Ik heb iedere keer het gemist om in een webinar te gaan, 1 keer per maand, 1 keer in 4 weken heel veel te gaan geven over LinkedIn. Over wat mij zo sterk maakt op LinkedIn, hoe ik mijn business doe. Want dat was een beetje afgedwaald, want ik had me gefocust op de lopende programma's, zoals de online business campus of de financial implementation program of 10.000 euro challenge, wat het ook was. Het voelde heel goed om daar weer terug te zijn. En mocht je denken, ik heb dit gemist, check woensdag 2 juni van 11 tot 1 geef ik opnieuw deze training vanwege dit succes. Dus laat me weten als je erbij wil zijn of meld je aan via www.aramiekonline.com. Dus het was een reconnection. Het was ontzettend mooi om te zien wat er gebeurde. De aanmeldingen blijven binnenkomen. Ook vandaag, vanochtend, vannacht zijn er aanmeldingen gekomen. Dus ik vond het echt super cool om te zien hoe enthousiast mensen waren over de online business campus.
Want dat is namelijk de vervolgtraining die ik na de online training geef, na het webinar geef. En dat is anders dan anders. Dat is niet, we gaan niet, weet je, online module. Het is geen online programma. Het is echt een groepscoaching. Waarbij ik je echt stap voor stap leer hoe zet je jezelf als nummer 1 expert neer. Hoe positioneer je jezelf? Hoe prospect je? Hoe profileer je jezelf? Al die dingen. Check armiekonline.com en wellicht ben je gekwalificeerd voor de online business campus. Dus dat was donderdag. Woensdag kwam Mirna van Kemen naar de langs. Het was superleuk. We hebben het gehad over, ik dacht over vrede, maar het ging uiteindelijk om waarheid. Ook weer zoiets. Ik had me vergist. En met mensen als Mirna, maar ook Arturo bijvoorbeeld, heb ik dat ook met Edgar ook. Dat zijn hele zachte, rustige mensen. En Mirna zeker als de nummer 1 yoga-expert. Het was echt heel grappig wat het met mij doet. Op welke manier ik daarmee weer kan connecten, kan afstemmen. En hoe mooi dat was. En eigenlijk was het de dag dat mijn beste vriend Raymond, ook mijn collega natuurlijk, op kantoor jarig was. Het was ontzettend leuk, want echt 10 over 11 kwam ook Linda binnen. Linda Hemmers kwam binnen met Zeeuwse Bolles en zo. Het was echt een één groot feest met z'n vieren. En dat vond ik echt ontzettend leuk, want dat is toch netwerken. Linda en Mina hadden elkaar kennelijk een week eerder al gesproken, maar niet echt gezien in het echt. Dus ja, ik vond het echt prachtig om op die manier te connecten. En over connectie gesproken, Rianne was afgelopen dinsdag in de uitzending. We hebben het gehad over zakelijk succes, ego versus intuïtie. En ook dat was een ontzettend gave, het werd echt een ontzettend leuke aflevering, een ontzettend gaaf programma. En daarin kunnen wij allebei heel kwetsbaar zijn, heel sterk zijn. En met Rianne heb ik toch een hele bijzondere relatie. Ik heb haar ooit 1 keer volgens mij live gezien, als ik uit mijn hoofd weet. En daar ontstaat iedere dinsdag ontstaat weer. Weet je, ik kijk weer uit naar aanstaande dinsdag. Er gebeuren dingen, allemaal magische dingen. I love it. En maandag was natuurlijk mijn grote vriendin Veronique Prins in de uitzending. Het werd een mega, mega boost. Het werd 1,5 uur knallen, knallen, knallen. Het was niet normaal qua energie. Ik weet dat sommige mensen halverwege zijn afgehaakt. Energie hoog was, heftig was. Maar ik heb 1,5 uur, meer dan 1,5 uur, echt met bewondering naar haar zitten luisteren. En wat het verschil ook maakte, dus er zijn heel weinig experts geweest, behalve Chantal of Raymond of diegene die in mijn training zijn geweest. Veronique is een van de weinige mensen die ik geïnterviewd heb, die s'avonds nog eens onder haar eigen video, dus onder mijn livestreaming, nog met mensen ging connecten. Het was heel mooi te zien hoe dat ging en hoe dat gebeurde. Dus daar kan ik wie van leren. Van zie je wel, er zijn wel experts die follow-up, er zijn wel experts die hun audience belangrijk vinden, want dat is het. Weet je, als je audience niet belangrijk vindt, ga je ze niet verlopen. Maar als je audience wel belangrijk vindt, dan ben je daar voor ze. En daar geloof ik zelf heilig in. Dus het was heel mooi om te zien wat er op die manier gecreëerd werd en wat er gebeurde met Veronique. En daarnaast, Veronique is top of the bill. Dus voor mij was dat echt een enorme eer om haar op die manier te spreken. Maar ook voor mij was het ook weer zo'n moment, zo'n kompasmoment van oké, wat wil ik nou met mijn business? Wil ik nog 1-op-1 coaching? Wil ik nog groepscoaching? Wil ik nog, wat zijn de dingen die ik belangrijk vind? En daar zijn de zondagen voor normaal gesproken. Want dan kan ik het met jou over hebben, kan ik freewheelen. En nu zo, het is nu 1:15 uur, zaterdagnacht, Pinkster weekend. Ik over nadenken, ik denk van weet je, the future is bright. Er komen zoveel nieuwe dingen aan. Er is een project met de 21 expert tips. Ik heb vanmiddag tijdens de lunch heb ik nog meer dan 30 of 40 cursussen die ik heb liggen. Heb ik gewoon even opgeschreven, gebrainstormd. Dus daar gaan we ook een heleboel dingen mee doen. Er komt een nieuwe challenge aan. Dus weet je, er komen nieuwe dingen. En dat is misschien de boodschap van vandaag. Zorg dat je optimistisch blijft. Maakt niet uit hoe de business gaat, hoe mensen gaan. Of je klanten maakt of niet, of je teleurgesteld of niet. Optimisme, enthousiasme en vooral focus houden en consistentie is zo belangrijk. Ik hoorde iemand zeggen, volgens mij was het letterlijk in een bericht, zei iemand van ook al ben ik, zichtbaar expert. En soms heb ik behoefte om 3-4 dagen gewoon niks van me te laten horen. Ja, not gonna do that to me. Je hebt met Veronique nog over, whether you're all in or all out. Weet je, al die kleine vluchtjes, al die kleine exitjes, dat bestaat niet.
En ik hoop dat je door in de weekenden naar mij te luisteren, naar één op één eigenlijk met jou, en door de week naar de live shows, het voelt dat ik hier voor je ben, dat ik hier graag voor je wil zijn om jou te helpen met jouw business. En mocht ik ergens mee kunnen helpen, laat me alsjeblieft weten. Oké, stuur me een bericht via LinkedIn of via Facebook of via support uit armiekonline.nl. Want dan ben ik er graag voor je. Want dat is het, weet je, ik doe niet 's nachts om 1:17 deze podcast opnemen als ik niet om je gaf, als ik niet graag met je wilde connecten. Dus bij deze uitnodiging en meteen ook eigenlijk de afsluiting. Ik ga even een rondje sauna doen, want we hebben hier een sauna. Ga even een half uurtje, niet de hele half uur hoor, 3-4 rondjes in de sauna en daarna slapen. Ik wens je een mooi Pinksterweekend. Dank dat je luistert. En dank dat je ondanks waarschijnlijk slechte kwaliteit, want ik moet hem terug luisteren. Misschien doe ik het wel opnieuw, hoort niemand dit, maar dat je er bent, dan me luistert. En ik wens je echt een mooie zondag toe. En graag tot aanstaande dinsdag om 10:00 live. En morgen om 10:00 komt een heel bijzonder interview met Marianne en Wim online. Die wil je gewoon beluisteren. Die zijn zo ver hun tijd vooruit. Ze zijn met iets fantastisch bezig. Ze zijn met iets duurzaams. De community building. Oh, dat wil je niet weten. En weet je, diepe buiging en respect voor beide ondernemers. Ruim over 60 jaar heen en nog steeds zo aan het knallen. Dus ik kijk er echt naar uit om te weten wat je van dat interview vindt. Dat is voor morgen om 10:00. Dank Jen nog een keertje. En ik zie je heel graag dinsdag om 10:00 live. Thanks. I love you. Dankjewel voor het luisteren naar mijn live show. Geweldig! Wil je een keertje nou live bij mijn live show aanwezig zijn? Dat kan! Elke dag om 10:00 ben je van harte welkom via LinkedIn Live, Facebook Live of YouTube Live. Je vindt me als je mijn naam intipt in de zoekbalk op LinkedIn, Facebook of YouTube. Ben je nou erg leergierig? Wil je nu je business laten accelereren? Download dan nu helemaal gratis mijn e-book met de allerbeste 100 social selling tips op www.dailybusinessboost.nl. Zoals ik altijd zeg, wij zijn ondernemers. Wij zijn de kracht van de economie. Maak het verschil, iedere dag, iedere uur. En tot de volgende keer.